welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de 2021 voorjaar collectie van Essence testen. Ik heb deze mogen ontvangen in PR. Ik heb zowel de Essence als de Catrice najaar collectie ontvangen. De Catrice make-up ga ik ook testen. Die upload ik waarschijnlijk na deze video. Dus eerst komt Essence. En ik ben er altijd super enthousiast over. En ik weet dat jullie dat ook altijd heel leuk vinden. Want Essence en Catrice video's worden altijd heel goed bekeken. Dus ik kan altijd aan de views zien dat jullie dat ook heel leuk vinden. Het is of course allemaal ook weer heel erg betaalbaar. Het is echt een heleboel. Maar alsnog heb ik er nog een paar extra producten ook nog eens bijgekocht. Want ik had gezien bij een Boozy Shop dat ze de collecties ook verkopen. En ik ben gewoon een beetje op zoek gegaan naar de producten die ik niet had gekregen. Het is niet een heleboel of zo. Misschien twee producten of zo. En die heb ik gewoon erbij gekocht. Dan hebben we wat extra producten vandaag. Dus ja, ik ben weer super benieuwd. Ik heb nog niks van de make-up geprobeerd. Vandaag wordt echt een eerste indruk video. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus als je deze video nu al leuk vindt, vergeet dan niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Kijk even hoe cute het is. Dit had ik zo erbij gekregen. Echt een super, super cute plaatje. Oké, er zitten ook een aantal producten bij die ik vandaag niet ga gebruiken. Maar ik wil jullie die alsnog laten zien. Zodat je weet dat die wel gewoon te koop zijn. Mocht je erin geïnteresseerd zijn. Ik ga beginnen met deze Essence handcreme. Dit is een handcreme slash handmasker. Er staat op dat je hem gewoon overdag kunt gebruiken als handcreme. En je kunt hem ook s'nachts opdoen als handmasker. En dan zo van die handschoenen omdoen. En dan de hele nacht oplaten. Als je gewoon gaat slapen als handmasker. Om je handen te verzorgen. Ik gebruik nooit handmaskers. Dus deze ga ik persoonlijk niet gebruiken. En ik ga hem dus in de winactie doen. Dus de winactie die er binnenkort aankomt. Dan kun je deze ook winnen. Hier heb ik ook deze prachtige French manicure nepnagels. Deze zijn echt werkelijk waar prachtig. Het is dat ik al acrylnagels heb. Maar deze zou ik echt waar gebruiken. Want ik vind ze echt heel mooi. Ze zijn heel mooi naturel zo. De vorm is ook heel mooi. Zo een beetje zo puntig. Maar niet te puntig. Nog wel echt zo'n heel naturel shape. Deze vind ik echt super mooi. Dus het is echt alleen maar omdat ik al acrylnagels heb. Dat ik deze niet gebruik. Maar echt heel erg mooi. En dan heb ik hier ook nog deze rode nagellak. Zoals ik al net zei. Ik heb dus acrylnagels. Dus ik gebruik dit niet. Dus deze gaan allemaal in de winactie. Als het laatste heb ik hier de Essence Brow Definer Pen. Dit is dus een wenkbrauwpen. Een wenkbrauwpotloodje. Dit is niet mijn kleur. Het is een vrij lichte bruine kleur. En ik gebruik echt een zwarte kleur voor mijn wenkbrauwen. Dus deze kan ik ook niet gebruiken. Dus deze ga ik ook wegdoen. Maar mocht je nog op zoek zijn naar een brow definer. Ik weet niet of hij goed is. Want ik heb hem niet geprobeerd. Maar ja, je kunt het proberen. Het is toch allemaal super goedkoop. Nou, dat was het jongens. Dat waren alle producten die ik niet ga gebruiken. De rest ga ik gewoon allemaal testen vandaag. Wat me echt opviel aan deze collectie ook. Die een beetje anders is dan hun normale collecties. Is dat er ook aardig wat skincare bij zat. En dat vind ik persoonlijk altijd wel leuk. Ik ga beginnen met deze moisturizer. Dit is de Hello Good Stuff Milky Face Moisturizing. Oké, dit is dus een moisturizer voor je gezicht. Maar het leuke hieraan is dat je hem ook als gezichtsprimer kunt gebruiken voor onder je make-up. De claims zijn dat het voor alle huidtypen is. Dat je hem ook als primer kunt gebruiken. Er zit curcuma en haverwater in. Het trekt snel in. Geeft een frisse boost. Kalmeert je huid. Handig travel formaat. Vegan en cruelty free. Dat hij het snel intrekt is voor mij echt amazing. Jullie weten van mij. Ik heb echt nooit geduld. Ik wil gewoon dat alles snel intrekt. Want ik wil gewoon weer door. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou altijd van Milky. Altijd overal waar Milky staat. Ik vind dat altijd heel fijn aanvoelen. Dus ik hou van Milky. En er staat dat het je huid een frisse boost geeft en het kalmeert. Mijn huid hoeft niet echt gekalmeerd te worden. Er staat ook wel op dat hij hydrateert. En het is gemaakt van 96 natuurlijke ingrediënten. 96% bedoel ik, niet 96. En er zitten geen siliconen in, geen microplastic, geen mineral oils, geen parabenen en geen pechs. Oké, laten we het gewoon proberen jongens. Ik ga hem aanbrengen. Het is een beetje zo peachy. Oeh, het is echt heel waterig. Oh my god. Ik heb mijn dagcreme nog niet opgedaan. Het ruikt, ja, gewoon oké op zich. Oeh, het wordt helemaal zo wit. Zien we dat? Oh mijn god, mensen, ik ben de dop kwijt. Oh my god. Waar is hij gevallen? Nou, top weer dit. Ik ben de dop kwijt, dus nou gaat hij niet meer dicht. Nou, ik ga wel zo meteen op zoek, whatever. Oké, hij trekt inderdaad snel in. Hij is een beetje plakkerig, echt een klein beetje. Dus daarom is hij denk ik ook geschikt als primer. Dit is echt zo'n product die ik vaker zou moeten gebruiken. Maar het enige wat ik wel minder vind, is dat hij een beetje strak aanvoelt op mijn gezicht. Het voelt nou een beetje, mijn gezicht voelt een beetje strakjes aan. En ik weet niet of ik dat gevoel echt heel fijn vind. Oh, ik heb nou hier ook een beetje jeuk. Ik weet niet of ik dit gevoel echt heel fijn vind op mijn gezicht, moet ik eerlijk bekennen. Het volgende qua gezicht
dagelijks verzorging is een eye serum. Dit is de Essence Hello Good Stuff Deep Puff Eye Serum met cafeïne, vegan collagen en hyaluron. Oké, dit is dus gewoon een oogserum, een oogcreme voor mensen met vermoeide ogen, zo hieronder, zo bij je wallen. Er staat ook weer dat het voor alle huidtypes is, dat het een wake-up boost geeft voor vermoeide ogen. Er zit hyaluronzuur, cafeïne en komkommersap in. Het heeft een hydraterende formule, vegan en cruelty-free. Ik hou niet zo van oogcremes. Oogcremes is niet echt mijn ding. Ik vind altijd dat ze niet echt nut hebben en zo, maar ik ga het toch gewoon proberen. Ik hou ook niet echt van oogcremes onder mijn make-up. Ik heb heel vaak in video's gezien dat mensen dat wel adviseren, want dan wordt hier iets mee smooth en dan gaan ze concealer en zo niet creasen. Dus ik heb dat gedaan met een oogcreme die ik heb van Clarins. Maar sinds ik dat dus deed, merkte ik dat al mijn make-up helemaal ging uitsmeren en zo. Dus toen ben ik er heel snel mee gestopt. Maar ik ga het gewoon nou toch weer alsnog proberen met deze. Oh mijn god, er kwam ineens superveel uit. Maar het is een beetje zo doorzichtig. Zie je dat? Dat is wel apart. Ik heb nog nooit een doorzichtige oogcreme gezien. Ik ga het gewoon zo aanbrengen hier zo. Ik hoop echt dat niet nou weer mijn hele make-up daar gaat uitsmeren. But we will see. Het is wel echt super glanzend. Zie je dit? Je ziet helemaal zo'n glans helemaal. Nou, ik hoop gewoon dat het eventjes snel intrekt. Ik heb ook een heleboel lipverzorgingsproducten gehad. Die wil ik ook eventjes snel proberen. De normale lipproducten ga ik nog niet proberen. Dat doe ik pas aan het einde van de video. Maar ik heb hier twee lipverzorgingsproducten. Ik ga beginnen met de Essence Lip Care Booster Lip Butter. Je kunt hem gewoon de hele dag gebruiken voor je lippen. Om je lippen te verzorgen. Of 's nachts gebruiken als een lipmasker. Dit is dus gewoon fijn voor droge lippen. Het geeft dan weer zo een hydratatie op je lippen. Er staat dat het gesleten lippen herstelt en verzorgt. Nou, ik heb echt de meest droge lippen ever. Dus hier ben ik wel blij mee, denk ik. Oké, het is zo gewoon zo wittig. Ik heb al iets op mijn lippen, wacht. Het ruikt naar kokosnoot. I love it. Ik hou altijd wel van zo'n geur. Als je niet van zo'n geur houdt, moet je hem echt niet halen. Oké, dat voelt op zich wel heel fijn aan. Het is een beetje zo dikker. Dit is inderdaad echt ideaal als nachtmasker voor je lippen. Dan heb ik hier ook nog de Essence Lip Care Booster Lip Serum. Er staat hier dat je dus de Lip Care Booster Lip Peeling hebt. De Lip Care Booster Lip Butter, die ik dus net op heb gedaan. En de Lip Care Booster Lip Serum. Dus het is een trio van allemaal Lip Care Boosters. Er staat dat je moet beginnen met de lip peeling. Die heb ik niet eens gehad. Dan moet je de lip butter aanbrengen. Dat heb ik dus net gedaan. En dan als laatste de lip serum. Maar moet ik dan die gewoon erop aanbrengen of zo? Er staat dat dit serum je lippen verzorgt, voedt, hydrateert en dat er persikolie in zit en dat het ook een beetje een plumping effect heeft. Ik snap het dus niet helemaal. Er staat dus echt dat je eerst deze aanbrengt en dan deze. Maar hoezo moet ik deze aanbrengen terwijl ik nou al iets heb op mijn lippen? Dat is wel een beetje raar. Oh, het heeft echt een hele aparte applicator. Zo'n nagellak applicatortje of zo. Kijk, dit is dan hoe het eruit ziet. Gewoon een beetje zo'n licht roze crempje. Ik ga het gewoon hierop aanbrengen. Ik vind het wel heel raar dat het zou moeten, maar ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het moet hoor, maar whatever. Nou, ik denk in ieder geval echt niet dat je ze echt per se allebei moet hebben. Gewoon één van de twee is gewoon prima. Oké, nou is de oogcreme helemaal ingetrokken. Die voelt een beetje als deze aan. Als deze moisturizer. Ook een beetje strakjes of zo. Ik hou ook niet echt van dat gevoel. Het voelt gewoon alsof heel mijn gezicht en nou ook hier, dat alles gewoon helemaal zo strak staat. Ik weet niet of er mensen zijn die wel van dat gevoel houden. Maar ik vind het een beetje, ja, ik vind het een beetje apart. Ik weet nog niet. Oké, dan gaan we nu echt beginnen met de alle echte make-up, zeg maar. En ik ga beginnen met deze primer. Dit is de Essence Skin Loving Sensitive Primer. Essence heeft dus nou de Sensitive Line. En die is gemaakt voor iedereen met een gevoelige huid. Het is vooral op deze mensen gericht. En ze hebben in deze lijn een beetje make-up en skincare gecombineerd. Zodat het voor mensen met een gevoelige huid gewoon fijn aanvoelt. En het je huid niet heel snel gaat irriteren. Oké, er staat dat het je gezicht hydrateert, je huid glad maakt en ook gewoon mild aanvoelt op de huid, zacht aanvoelt op de huid. Er zit hier geen alcohol in, geen parfum, geen siliconen, parabenen en geen mineral oils. Oké, laten we het proberen. Er staat dat het gewoon geschikt is voor elke huidtype en vooral voor de gevoelige huid. Ik weet dat er best wel wat mensen zijn met een gevoelige huid. Ik heb een beetje een milde versie van een gevoelige huid. Mijn huid wordt altijd wel best wel snel rood en zo, dat wel. Maar voor de rest, mijn huid is nooit echt geïrriteerd of zo. En vooral iemand als mij, die dus voor de werk heel veel make-up test, ben ik best wel blij met mijn huid dat hij niet heel de tijd zo vervelend doet en zo. Dus ja, voor de rest heb ik niet echt een super gevoelige huid. Los van het feit dat hij wel echt snel rood wordt en zo. Oeh, hij stinkt echt. Hij ruikt niet zo lekker. Oké, ik merk nu al dat dit product echt gewoon een primer is. Er staat dat je hem ook kunt gebruiken als make-up primer, maar ik zal hem alleen maar gebruiken als primer, want ik merk dat dit er nou niet echt heel goed op aanbrengt. Dit gaat niet heel goed samen, dus deze moet je echt gebruiken als gezichtsprimer. Deze voelde op zich best wel fijn aan. Ik ben niet zo impressed
best met de geur. De geur is niet zo lekker. Maar op zich voelde die wel gewoon goed aan. Hij voelt ook aan alsof je een beetje verkoelt en zo. En dat vind ik wel fijn. Maar let eens op, dit is gewoon een gezichtsprimer. Dan ga ik nu in met een product die ik niet heb gekregen, maar zelf heb gekocht. En dat is deze Essence Liquid Highlighter. Dit is dus gewoon een liquid highlighter die je voor je make-up kunt aanbrengen na je make-up. En die had ik gewoon er extra bij gekocht, omdat ik wel dacht dat jullie geïnteresseerd zouden zijn in dit product. Er was maar één kleur. Dit is de kleur 01 Fairy Light. Ik persoonlijk ben niet echt een grote fan van liquid highlighters. Die gebruik ik echt nooit. Maar ik dacht, misschien is het mooi om deze zo nu aan te brengen als glow voor onder mijn foundation. Dus dat leek mij wel mooi. Er staat ook echt zo dewy finish in seconds. Dus dat je een mooi glanzend effect krijgt in secondes. Dus ja, laten we kijken. Dit is 5 milliliter. Nou jongens, het was echt een gedoe om hem open te krijgen. Mijn god zeg. Dit is dan de applicator, zo'n concealerachtige applicator. Ik ga het gewoon zo aanbrengen waar ik normaal ook mijn highlighter zou aanbrengen. Gewoon een beetje hier zo. Ik doe ook een beetje hier. Om hier een beetje een glow te krijgen. En dan een beetje zo inblenden met mijn spons. Oké, ik moet zeggen, ik zie niet echt heel veel glow. Je ziet wel een heel klein beetje of zo. Maar het is echt super subtiel. Ik wil toch wel iets meer glow hebben. Ik ga meer aanbrengen. Oké, als je 2 keer aanbrengt, dan komt er wel echt meer een glow. Ik weet niet echt of ik dit helemaal de effort waard vind. Het is niet echt heel mooi. Het heeft niet echt een heftige glow of zo. Het is gewoon zo'n super subtiele glans. Dit kan wel echt prachtig zijn als je geen make-up draagt. En dan gewoon zo dit een beetje opdoet. En dan heb je gewoon zo'n mooie subtiele glow over je gezicht. Daarvoor zou ik hem wel aanraden. Dat vind ik wel heel mooi. Want ik vind het zo wel gewoon mooi op mijn gezicht. Maar ik weet dat wanneer ik de make-up ga aanbrengen, het gewoon helemaal wegvalt. Oké, er is wel een nieuwe concealer, maar geen nieuwe foundation. Dus ik ga even snel foundation aanbrengen. Ik ga mijn NYX Born to Glow foundation aanbrengen. Deze gebruik ik in de kleur Neutral Buff. Van hun Skin Loving Sensitive line heb ik hier ook hun concealer. Deze concealer is goedkoop. Oh my god, niet eens 3 euro. What the F. Maar goed, deze is dus ook van hun Skin Loving line. Dus ook weer ideaal voor mensen met een gevoelige huid. Er staat dat dit dus geschikt is voor mensen met een gevoelige huid. Geeft optimale dekking en verzorging. Verbergt makkelijk je puistjes, roodheid en donkere kringen. Hydrateert en voedt je huid. Lichtgewicht formule, cruelty en vegan. Er staat dat hij licht gewicht is, maar nog wel een optimale dekking geeft. Dus dan ga ik ervan uit dat het een volledige dekking zou moeten hebben. En dat is ook wat ik wil van een concealer. De kleur die ik heb ontvangen is Teen Light. Ik hou altijd wel van een lichte concealer, maar ik weet niet of dit toch net iets te licht gaat zijn voor mij. Maar ik ga het gewoon proberen. Dit is de applicator, gewoon een vrij normale concealer applicator. Ja, het is wel heel licht voor mij. Oh my god. Nou ja, maakt niet uit. Ik kan het altijd wel gewoon laten werken. Dus dat is gewoon top. Ik weet niet of dit echt een volledige dekking gaat geven, jongens. Nou, ik ben nou echt super verlicht. Oh my god, ik ga stuk. Het heeft absoluut geen volledige dekking. Dat was ook al echt wel wat ik verwachtte. Vooral omdat het ook is gericht op de gevoelige huid. Verwachtte ik gewoon een lichte dekking. Maar ja, als er dan bij staat optimale dekking, dan kun je mensen een beetje in de war halen. Dus ja, dat zou ik hebben weggelaten, die optimale dekking. Het heeft gewoon een lichte dekking. Hij is heel lichtgewicht inderdaad. Dit is echt voor mensen die gewoon bijna geen make-up op willen. En ik denk ook wel gewoon geschikt voor mensen met een gevoelige huid. Persoonlijk voor mij, ik gebruik concealer om echt dingen te verbergen. En dat gaat dit gewoon echt niet doen. Voor de rest ligt hij wel gewoon goed op mijn huid of zo. Maar ik vind het niet zo goed werken. Als ik een concealer opdoe, wil ik gewoon dat hij concealed. En ik verwacht op zijn minst een beetje een medium dekking. Maar dit heeft echt gewoon een lichte dekking. Dus als je echt veel te verbergen hebt en zo, gaat dit niet de concealer zijn voor jou. Het volgende product is een poeder. Dit is van hun Skin Loving Sensitive line, hun Mineral Powder. Dit is dus gewoon een vaste poeder, ook weer gericht op de gevoelige huid, die je huid gewoon mooi mat en egaal maakt. En er staat ook bij dat hij je poriën niet verstopt. Ik breng wel altijd eerst een losse poeder aan voordat ik inga met de vaste poeder. Dus dat ga ik nou ook doen. Ik ga in met de Essence My Skin Perfector losse poeder in de kleur Teen Light. Volgens mij is hij niet eens meer te koop, maar deze vond ik altijd super fijn. Ik krijg de laatste tijd ook heel vaak vragen wat dit is, waarmee ik poeder aanbreng. Dit is de Blendeful van Tati Beauty. Oh my god. De concealer is er gewoon hier helemaal vanaf aan het gaan. Oh, wat erg. Dat is echt heel erg. Even zien of dat hier ook gebeurt. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Wat is dit? Mensen, kijk even dit. De concealer is er gewoon helemaal af aan het gaan. Het is helemaal aan het creasen.
Wat is dit een bende. Echt super slecht. Nou mensen, deze concealer gaan we dus echt niet meer doen. Oh my god, dit kan echt niet. Ik vond hem al niet zo goed, maar dit breekt echt mijn klomp gewoon. Het wil er ook niet zeg maar afpielen. Het blijft ook echt zo half hangen aan mijn huid en zo. Nou ja, whatever. Ik heb dus nu de losse poeder alleen maar een beetje hier aangebracht. Ik ga nou in met deze matte poeder. Er staat gewoon op dat die translucent is. 01 translucent. Dus ondanks dat je hier wel een beetje een nude kleurtje ziet, is het dus de bedoeling dat deze poeder geen kleur afgeeft. Ik ga even gewoon zo in met mijn kwast. En dan breng ik het overal aan waar ik concealer heb aangebracht. Om het daar een beetje mat te maken. Ik heb geen vettige huid, dus anders had ik dit gewoon overal aangebracht. Oeh, het ligt wel een beetje dikkig op de huid of zo. Oké, dat vind ik niet zo mooi. Ik breng het ook een beetje zo hier aan voor de extra. Oké, hij maakt wel goed mat, maar ik vind het niet zo mooi hoe hij zo dik ligt op de huid. Hij heeft mijn gezicht een beetje cakey gemaakt of zo. Oh my god, wat gaat het slecht? Wat is het allemaal, joh? Ik ga sowieso nou weer commentaar krijgen over Sarah. Wat ben je negatief over alles? Ja, als het toch gewoon slecht is, dan is het toch gewoon slecht. Kijk even dit hier. Het is helemaal zo cakeface. Zie je hoe de make-up er helemaal zo op ligt? Nou, die poeder was ook niet echt een succes. Ik ga even snel mijn gezichtspoeder contouren en een beetje bronzer aanbrengen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Kijk eens wie hier is. Oh, baby. Hey. Kijk hoe knap die is, jongens. Mijn baby. Kom je hallo zeggen tegen de mensen? Mag ik gewoon opmaken zonder dat jij in mijn gezicht zit? Dankjewel. Oké, jongens, dan gaan we nu beginnen aan de ogen. Ik heb dit oogschaduwpaletje van hun gekregen. Dit is de Essence Out in the Wild Eyeshadow Palette. En deze is echt super cute. Deze kleuren zien er echt heel mooi uit. Matte en glanzende kleuren. En we krijgen ook een spiegeltje. Dat vind ik altijd heel fijn. De verpakking is gewoon zo'n karton verpakking. Dit is de versie 01 Don't Stop Blooming. Dit ziet er echt super cute uit. Ik denk dat het echt ideaal is voor een everyday look. Ze hadden hier twee versies van. Volgens mij was het andere paletje een beetje groenig. Maar ik ben best wel blij dat ik deze heb ontvangen. Het is best wel een cool toon paletje. Het zijn niet echt hele warme kleuren. Alles is wel een beetje cool, een beetje koud. Dus daar moet je wel op letten. Daar moet je maar echt van houden. Niet iedereen houdt daarvan. Essence oogschaduwen zijn nooit echt mijn fave. Die zijn altijd een beetje slecht, want die blenden altijd helemaal weg en zo. Maar we gaan zien wat we hiervan vinden. Dus we gaan eventjes inzoomen op de ogen. Oh mensen, kijk even dit hier. Oh, wat erg. Het wil gewoon niet weggaan. Ik ga beginnen met deze lichtbruine matte kleur. Die kleur ga ik aanbrengen met deze Zoeva Fluffy Pass nummer 228. Die breng ik gewoon zo aan in mijn hele kaarboog. Is hij nou een beetje rozig? Ligt het aan de kwast? Nee, dat ligt niet aan de kwast. Dat is echt die kleur. Oké, dat had ik zo niet verwacht. Ik verwachtte echt bruin. Mensen, kijk even dit. Kijk even deze kleur hier. Dit is toch gewoon bruin? En kijk dan deze kleur hier. Dit is roze, dit is bruin. Dat is zo apart. Wauw, oké. Dan ga ik in met deze roze matte kleur. Hiervoor gebruik ik deze platte fluffy kwast van Zoeva, nummer 227. En die kleur ga ik zo aanbrengen in de buitenste hoek. Die is wel mooi, zo mooi rozig. Ik ga vandaag echt super ver naar buiten voor een beetje een dramatisch effect. De kleuren zijn wel echt super poederig. Ze gaan een beetje gewoon overal heen. Kijk hier helemaal, het is gewoon helemaal hier beland. Terwijl ik daar niet eens ben geweest met mijn kwast. Dus ze vliegen een beetje gewoon overal heen. Dat is wel een beetje vervelend. Ja, dit is echt niet mooi. Kijk dit helemaal. Ik ga weer in met die grote ronde kwast van net. Ik heb geen kleur of zo meer opgepakt. Om alles een beetje goed te blenden. Dit hier is echt een puinhoop nou. Kijk dit hier helemaal. Kijk hier helemaal. Je ziet hier gewoon een streep en dan niks. En dan weer hier zo'n streep. Kijk even die streep hier. What a mess. Ik ga nou allebei die kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met deze beetje licht roze glanzende kleur. Ik gebruik hiervoor Boutique Shop kwast UP30. Zo'n beetje een platte dikke kwast. En die kleur breng ik dan aan zo over mijn hele ooglid. Die is wel mooi roze. Ik denk dat ik die misschien beter kan oppakken met mijn vinger. Oh wauw. Dit moet je echt aanbrengen met je vinger. Oké, die kleur heeft echt behoorlijk wat fallout. Dus daar moet je wel een beetje op letten. En dan pak ik weer die fluffy kwast om het een beetje uit te blenden. En ja hoor, het blendt weer gewoon helemaal weg. Zoals elke Essence oogschaduw. We moeten echt gaan werken aan hun oogschaduwformule. Want dit kan echt niet meer zo. Fallout is echt too much. Er valt super veel op mijn gezicht. Dan pak ik deze beetje taupe-achtige glanzende kleur hier. En die kleur wil ik dan zo een beetje aanbrengen in mijn crease. Als een soort van lichte lijn zo. Oké, dit vind ik op zich wel mooi. Zo dat lichte hier. Dit is echt een trucje die ik altijd doe om mijn ogen groter te laten lijken. En dan pak ik de lichte glanzende kleur hier. En die gebruik ik zo voor de binnenste ooghoek.
Oké, nou dit was echt een bende. Ik heb ook een nieuw oogpotloodje. Deze heb ik gewoon erbij gekocht. Dit is de Essence Brightening Pen. Die leek mij wel mooi. Die was ook echt super goedkoop. Dus die heb ik gewoon gekocht. Dit is de kleur 01 Everybody's Shade. En deze wil ik aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Het is gewoon zo'n lichte nude kleur. Oeh, I love it. Kijk hoe gepigmenteerd het potloodje is. Dat had ik echt niet verwacht. Oh my god. Heel mooi dit. Ik hoop ook gewoon dat het gewoon echt blijft zitten. Dan ben ik hier echt heel blij mee. Ik hou altijd wel van zo'n lichtere kleur in mijn waterlijn. Want ook dat maakt mijn ogen weer iets groter. En iets meer wakker. Oké, dan nog iets wat ik zelf heb gekocht. En dat is een bruine eyeliner. Ik zag hier dat Essence de Liquid Ink Eyeliner nou ook heeft in het bruin. Deze hebben ze al in het zwart en waterproof. Die heb ik ook allebei. Ik heb hier zowel de normale versie als de waterproof versie. En hier is dan de bruine versie. Dus dit zijn dan nou alle drie de versies samen. En ik heb geen enkele betaalbare bruine eyeliner. Dus toen ik deze zag, ik dacht echt, deze moet ik echt kopen. Er staat ook bij dat hij ook waterproof is. Dus hij is en bruin en waterproof. Deze Liquid Ink producten van hun zijn altijd super fijn. Dus ik hoop deze ook weer. Ik ga even hiermee een wing maken. Nou jongens, fantastisch. Kijk hoe mooi bruin. Deze moet nog wel een heel klein beetje opdrogen. Maar hier is hij al best wel opgedroogd en mat. Dit is zo mooi. Het is ook veel zachter dan een zwarte eyeliner. Oh mijn god, ik moest niezen en nou is hij bruin. Ik zie dat ik geen nieuwe mascara heb, dus ik gebruik gewoon mijn Fave Essence mascara, deze Lash Princess mascara. Oké, dan nep wimpers. Jongens, jullie gaan echt in shock zijn. Ik was ook echt in shock. Essence nep wimpers, altijd trash, is echt helemaal niks. Het is altijd zo kindermake-up, wimpersachtig, helemaal plastic, lelijk, kort, gewoon niet mooi. Dus wimpers van Essence gebruikte ik echt never. En als ik ze ontving, deed ik ze ook altijd weg. Maar deze wimpers, ik was echt in shock. Deze lijken echt mooi. Kijk deze Lash Like a Boss wimpers. Super heftig, ze zien er echt prachtig uit. Je had een aantal versies, dit is de meest heftige en ik ben heel blij dat ze mij de meest heftige hebben gestuurd, want daar hou ik van. Wimpers zijn bij mij nooit heftig. Ik doe altijd de meest extreme op en zijn ogen gewoon normaal. Maar dit ziet er toch goed uit, jongens? Wauw. Ik heb de versie 01 OMG. Ik denk dat deze echt heel erg mooi gaan zijn, dus ik ga ze even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou mensen, de wimpers echt, I love it. Ze zijn wel heftig, maar op mijn ogen is het weer vrij naturel. Maar ze hebben een aantal versies, dus bekijk gewoon eventjes online welke wimpers het beste zouden staan bij jou. Maar ik vind ze echt heel erg mooi. Dit is echt de eerste keer in mijn leven dat ik Essence wimpers echt mooi vind. Dus dat is top. Het volgende is een blush. Deze blush heb ik ook gewoon zelf erbij gekocht. En dit is gewoon de Essence The Blush. Deze was dus nieuw. De blush is niet nieuw. Dit product hebben ze al heel lang. Maar ik ga er dus gewoon vanuit dat deze kleur nieuw is. Ik heb de kleur 80 Breezy. En ziet deze kleur er mooi uit of niet, jongens? Het is echt een prachtige beetje roze peachy matte kleur. Echt fantastisch. Hij ziet er echt zo mooi uit. Dus deze heb ik gewoon erbij besteld om ook vandaag te proberen. I love it! Deze kleur is zo mooi, jongens. Het is echt een prachtige kleur. Ik denk ook echt dat het zo'n kleur is die echt met elke soort make-up past gewoon. Het is heel mooi, een beetje rozig. Het is iets meer rozig dan peachy. Maar ik zie een beetje een soort van oranje gloed er ook doorheen. Ik vind hem heel erg mooi. Nou pak ik weer even deze Essence poeder. En dan met die poeder ga ik het eventjes zo hier zo strakker maken. Oké, dan als laatste de lippen. Voor de lippen heb ik twee producten. Eentje heb ik gekregen, eentje heb ik gekocht. Ik ga beginnen met de lipstick die ik heb gekocht. Toen ik deze zag, ik dacht echt, dit moet ik proberen. Deze lipstick ziet er echt zo apart uit. Oh mijn god, er zitten allemaal zo van die soort van glittertjes doorheen of zo. Alleen hij verandert van kleur. Zodra je hem aanbrengt, wordt het een beetje een rozige, lichte kleur. Ik vind het echt zo apart. Ik dacht echt, dit moet ik echt proberen. Ik ga het even swatchen op mijn hand, maar... ik zie niet echt iets gebeuren op mijn hand. Whatever, ik ga het gewoon even aanbrengen op de lippen en kijken wat er gebeurt. Hij voelt wel heel zacht en creamy aan. Er komt ook echt een super lichte glitter vanaf. Oh, ik zie dat hij van kleur aan het veranderen is. Het wordt echt een beetje rozig, ja. Ik ga stuk, dit is zo apart. Het voelt ook echt gewoon aan alsof er gewoon niks op je lippen zit. Het is echt super dunnig. Oké, ik heb heel eventjes gewacht. Ik denk dat dit het gewoon is. Het is echt zo'n lipstick voor no make-up days. Dus als je geen make-up op doet en gewoon een beetje, toch wel een klein beetje een roze tint wilt op je lippen. En gewoon een beetje iets wilt smeren erop.
is dit echt ideaal. Ik vind het op zich best wel fijn. Ik vind het gewoon fijn dat je hem gewoon niet voelt en zo. Oké, en dan nog iets voor de lippen wat ik wel heb ontvangen in PR. En dat is deze Plumping Gloss. Dit is de Essence What The Fake Plumping Lip Filler Gloss. Ik moet wel zeggen dat ik het echt een beetje heb gehad met al die plumping glosses en zo. Ze hebben altijd echt zo'n minimaal effect. Maar we gaan kijken wat dit gaat doen. Dit moet dus mijn lippen zogenaamd voller maken. Kijk even hoe mooi deze verpakking is. Het is echt super chic. Alsof het echt zo'n dure gloss is. Er staat ook in dat er vitamine E in zit en hyaluronic acid. Het is de kleur 01 Oh My Plump, maar volgens mij is er maar één kleur. Even kijken. Ik ga even de lipstick die ik nou op heb een beetje eraf halen. Ook al is het bijna niks, maar oké. En dan gaan we eventjes kijken of dit effect gaat hebben. Dit is dus de before. Dit zijn mijn lippen before met helemaal niks erop. De gloss heeft echt zo'n mintgeur en ik voel ook een beetje mijn lippen een beetje zo branden. Het is gewoon zo'n cliché plumping effect. Dan voel je het altijd zo'n beetje branden. Het is gewoon een clear gloss. Ik vind hem wel mooi en ik vind hem fijn. Hij voelt een beetje dikkig aan ook. Hij voelt best wel luxe aan. Oké, ik heb echt best wel veel aangebracht om het volledige plumping effect te krijgen. Het is gewoon mooi, maar het is gewoon een clear gloss. Zijn mijn lippen nou echt voller? Ja, ik weet niet. Als je een gloss opdoet, lijken je lippen sowieso al voller. Ook al als je gewoon een normale gloss opdoet. Gewoon het feit dat er iets op je lippen zit, laat ze al wat voller lijken. Dus ik weet niet echt per se of dit nou echt de plumping is die ze nou echt heel volle laat lijken. Ik zie niet eens echt heel veel verschil of zo. Als je verschil ziet, let me know beneden in de reacties. Ik ben er echt benieuwd naar. Dit is dan de before en after. Je kunt nou echt heel goed het verschil zien. Wat vinden we ervan, jongens? Ik vind het echt een heel minimaal effect. Het is niet echt amazing of zo. Oeh, mijn lippen zijn wel echt best wel aan het branden. Ik ga stuk. Het is gewoon een mooie gloss. Ik zou hem wel gewoon bestellen, want ik vind hem wel gewoon mooi. Maar ja, dat plumping... whatever. Oké, dan zijn we klaar jongens. Het bakje is helemaal leeg. Oké, jongens, dit was het dan. Dit was de hele Essence voorjaarcollectie. Wat vonden we ervan? Het ging goed en het ging slecht. Een beetje van allebei. Ik zal even eindstand vertellen wat ik nou echt van alle producten vind. Ik ben wel gewoon blij met de look. Ik vind het wel gewoon een mooie look. Ik ga beginnen met deze Hello Good Stuff Moisturizer. Je moet het niet zien als een moisturizer. Het is gewoon een gezichtsprimer. Het liet mijn gezicht een beetje strak aanvoelen. De make-up bracht er op zich wel gewoon goed op aan. Zou ik hem nog een keer gebruiken? Niet echt, want ik heb beter primers. Dan heb ik hier de Deep Puff Eye Serum. Ik besefte mij dus net dat ik deze ook heb aangebracht en dat het ook hier aan kan liggen dat de concealer zo hier helemaal eraf aan het gaan is. Dus ik weet nou niet of het aan die concealer ligt of aan deze oogcreme. Maar ja, ik vond de concealer sowieso al niet echt iets, dus ja. Wat vond ik van de oogcreme? Ja, moi. Jullie weten dat ik sowieso niet echt van oogcremes hou. Dus ik ben al sowieso slecht bevooroordeeld, dus ja. Dan deze twee lipproducten. De Lip Care Booster en de Lip Care Serum. Ik zou jullie echt de booster aanraden. Deze vond ik echt heel erg fijn. Ook heel fijn als een nachtmasker, want hij voelt een beetje zo dikkig aan. Deze vond ik niet zo fijn. Ik vind ook het kwastje niet fijn. Het kwastje is super klein, dus je kunt bijna niet eens over je hele lip aanbrengen. Het kost heel veel tijd. En hij is een beetje stroef. Hij bent niet goed mee, zeg maar. Hij is een beetje zo hard. Dus deze vond ik niet zo fijn. Maar deze vond ik wel fijn. Deze raad ik wel aan. Deze poeder. Ja, hij is echt dik. Het is echt te veel cakeface. Dat vind ik niet mooi. Hij liet ook hier helemaal textuur zien en zo. Dus deze poeder vind ik helemaal niks. Deze bruine eyeliner, mensen, eventjes allemaal kopen. De zwarte versie ook. Deze echt super mooi. I love it. Het geeft zo'n mooi soft effect aan mijn ogen. En dat vind ik echt heel erg mooi. Deze primer. Als je nog gevoelige huid hebt en je hebt problemen met normale primers, zou ik hem zeker gewoon proberen. Want hij is absoluut niet slecht. Is hij heel erg goed? Nee. Deze wimpers echt amazing. Oh my god. Echt fantastisch. Super goedkoop ook. Ik vind ze echt heel erg mooi. Dit paletje raad ik jullie ook niet aan. Ik vind hem niet goed werken. De matte kleuren zijn veel te poederig. Blenden echt gewoon overal heen. Het is echt een hele bende geworden. De glanzende kleuren hebben echt super super veel fallout. En blenden ook een beetje helemaal weg. Dus ja, deze raad ik ook niet zo aan. Deze concealer raad ik ook niet aan, want hij heeft gewoon echt geen dekking. Ik vind het gewoon echt niet mooi. En ja, dat hij zo hier een beetje eraf ging. Ik denk eerlijk gezegd dat het wel aan de concealer ligt. Ik weet het dus nu niet 100% zeker, maar daar ga ik wel een beetje van uit. Maar los ook gewoon van dat, of vond ik hem al niet zo, omdat hij gewoon echt gewoon geen dekking heeft. Deze Eye Brightening Pencil vind ik heel erg mooi. Hij heeft echt gedaan wat hij moet doen. Hij zit ook nog steeds goed. Er zijn werkelijk waar oogpotloodjes die er echt al af zijn gegaan, voordat ik überhaupt klaar ben met mijn make-up. En dat doet hij niet. Het zit nog helemaal mooi. Het heeft veel pigment en felle kleuren. Het doet echt wat je moet doen. Dus deze vind ik heel erg mooi. Deze lipstick heel apart. Heel leuk. Ik vind het echt leuk. Het geeft zo'n mooi
roze gloedje aan je lippen. Echt ideaal voor een no make-up day. De blush is ook echt heel erg mooi. Ik vind de kleur echt fantastisch. Het heeft echt een hele mooie roze perse kleur. Super, super mooie kleur. Deze plumping lipgloss vind ik ook fijn. Of hier nou echt plumping is, ja, dat niet echt per se. Maar als je gewoon op zoek bent naar een fijne clear gloss, dan raad ik hem jullie zeker gewoon aan. Hij voelt gewoon fijn aan. Deze liquid highlighter. Ik raad hem niet aan om hem met een gewone make-upje te gebruiken. Ik raad hem wel aan voor de no make-up days. Ik vond het best wel mooi wat voor subtiele gloed het aan mijn gezicht gaf. Dus ja, vandaag was het echt een mix van goede en slechte producten. Dus ja, een aantal dingen waren gewoon niet zo goed. Maar een aantal dingen wel. Dus die ga ik ook gewoon zeker nog gebruiken. Dus daar ben ik weer heel blij mee. Ik ga morgen de Catrice collectie filmen. Dus daar ben ik ook echt heel erg benieuwd naar. Zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Want daar doe ik het voor. Let me know wat je vond van alle producten en van de make-up look beneden in de reacties. Laat me ook weten wat voor video's je nog meer zou willen zien. En ja, ik hoop gewoon dat ik weer een beetje een lach op jullie gezicht heb gebracht vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!